harte welkom bij Vodafone Firestarters. Mijn naam is Andrew Makkinga en leuk dat jullie er zijn bij deze rondreizende talkshow die steeds op een andere locatie plaatsvindt met ook een ander thema. Maar centraal is toch wel de mode, de kunst, de cultuur, technologie en mobiel internet. En we zijn in het Klokgebouw in Eindhoven, de lichtstad. En tijdens het Stripe Festival hebben we natuurlijk interessante gasten om deze thema's mee te bespreken. Zou het misschien kunnen zijn dat wij niet genoeg doorhebben wat voor, dat het hoe je de computer als instrument kunt gebruiken? Ik word op feestjes wel eens gevraagd, hoe gaat het met de computer? En denk ik, ja, je vraagt aan het schilder ook niet, hoe gaat het met je kwast? Ik denk dat we ons ook echt moeten realiseren dat dit hele fenomeen, het massagebruik van internet, is nog maar 10 jaar oud. Ja, dat is heel kort. Dus dat we ons inderdaad verwonderen over wat er allemaal aan de hand is en hoe we daarmee moeten dealen, dat is inderdaad, goed. Dat is denk ik wat er aan de hand is. En gaandeweg worden we daarin volwassen. Vaak snappen mensen veel beter als je het over muziek hebt, ja, hoe dat soort ontwikkelingen gaan, dan als je over kunst hebt. Ja. Omdat er een drumcomputer werd uitgevonden, ging Kraftwerk daar muziek mee maken. Volgens horen jongens in de Bronx, die horen dat. Die denken, dat willen we ook. Het is het begin van de hiphop. Digibeten moeten verplicht op ICT-inburgeringscursus. Wat je ziet is dat de manier hoe we met elkaar communiceren, hoe we onszelf ervaren, hoe jij en ik met elkaar babbelen, dat die technologie daar helemaal in is gesmolten. Dus we beleven de realiteit op een hele andere manier dan een 200 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. En dat vind ik persoonlijk een hele spannende. Daar moet je het over hebben. Het gaat niet over technologie, het gaat over communicatie. Wat je wel moet realiseren is dat het is niet een additional is, maar het is onderdeel van wie we zijn op dit moment. Dus ik begrijp dat ook niet als je zegt van ik doe nu analoog. Denk van wel nee, jij stuurt ook e-mailtjes. We doen het festival elk jaar en het valt mij altijd op dat bij elke tentoonstelling die wij doen zijn er altijd een aantal werken. En die vindt bijna iedereen goed. En waar dat door komt, weet ik ook niet. Maar de echte kwaliteit en bijzonderheid waar jij het over hebt, voelbaar. Ja. Die voel je en die weet je en dat weet iedereen. Dat weet een kind, dat weet een bejaarde, dat weet ik. Dat soort van universele schoonheid kan dat zijn, of verwondering, of kracht, verbeeldingskracht. We hebben Sustainable Dance Floor gemaakt, een dansvloer die energie opwekt als je erop danst. Nou, we zijn nu bezig met Sustainable Highway, dus gewoon van autowegen. Een soort energie neutraal maken. En dan denk ik van ja, dat is de rol van de kunstenaar.